Beste kijkers, goeiedag en welkom bij uw eigen programma De Getuigenis van. Het is me een ware genoegen om u uit te nodigen en te verwelkomen om te luisteren en te kijken naar De Getuigenis van Leo Jongbo. Welkom erbij, brada. Dankjewel dat je helemaal hier bent gekomen om ons je getuigenis te delen. Maar om te beginnen bij het begin, je mag jezelf even voorstellen. Ik ben Leo Jongbo. Geboren 18 juni 1964. En van beroep ben ik monteur. Maar ik heb ook van alles gedaan in mijn leven. Een beetje in de bouw, een beetje constructie. En zo. Ik ben getrouwd. Ik heb 3 kinderen. 2 zonen en een dochter. En 2 kleinkinderen. Wat doe je zo in het dagelijks leven? Wel, ik ben, zoals ik eerder zei, ik ben monteur. En vaak genoeg sleutelen. Heb je hobby's? Ja, ik heb ook hobby's. Muziek. En naast dat alles, je geestelijk werk, heb je zaken die je doet in de gemeente of ten aanzien van geestelijk werk? Tot voor kort was ik nog in de prees. Maar nu heb ik me eventjes teruggetrokken. En het is soms ook even goed om dingen op te onderzoeken, weet je wel. En ben ik thuis nog steeds wel bezig, hoor. Nou, u heeft dat gehoord. Dat is natuurlijk onze gast voor vandaag. We zijn nog niet klaar, want nu gaan we beginnen met zijn getuigenis. We pakken daarvoor eerst een break. Sometimes the world is just gone dark. Sometimes you're praying for a spark. It's the little things sometimes. But if you lift your eyes, see it in a different light. Just a cut up in the open sky. Let the rain. En daar zijn we weer, en wel met de getuigenis van Leo Jongbo. Je hebt ons verteld wie je bent, brada, en waarmee je bezig bent. Maar de belangrijkste vraag waarom je hier zit, is omdat God je eigenlijk tot een nieuw mens heeft gemaakt. Hoe is dat alles aan toegegaan? Wel, het is een heel, heel, heel mooi verhaal. Ik mag vrij praten, toch? Ja, tuurlijk. In het leven. Stap je kon dan een groot taboe en je leeft, je gaat mee, je groeit op, je komt in kringen. Ben je gelovig opgevoed? Jawel, toch wel. Vanaf kleins af. Ik was kerkie met vader en moeder, weet je wel. En het wordt je van jongs af aangeleerd van er is een God. Maar je bent, als het ware, groei je ermee op, maar het is, het is iets dat je meekrijgt. Niet iets van. Het is niet persoonlijk. Niets persoonlijk. Het is opgedragen. Opgedragen, precies. Toch? En zo ging ik door het leven. En je maakt heel wat dingen mee, vooral. Tienerperiode. Je groeit om. Je komt in aanraking met verschillende soort mensen. Vrienden. Je gaat mee. Ja. En je wil overal passen. Ja. Dus doe je mee. Op den duur raakte ik dan in een bepaalde verkeerde. Ja, raakte ik eigenlijk in een bepaalde toestand waarbij ik het niet meer zag zitten. Hoe oud was je toen? Pardon? Hoe oud was je toen? Ja, ik zou zeggen, in principe na de dood van mijn vader. Dan ging mijn leven echt bergafwaarts. En daar was ik meer op mezelf. En moest ik heel veel van de straat leren. Dat heeft gemaakt eigenlijk dat ik geen goede naam had, ook toen.
Als ik mezelf even weer terugkijk, misschien waren geen mooie momenten in mijn leven. Maar drapessa schreef je misschien dat God op mag gebruik me toe. Het eerste wat mij opviel en dat ik meegekregen had vanaf kleins af, is de muzikale gave. Ik ben ook in die sferen beland, ook veel gespeeld met een paar belangrijke artiesten in Suriname. En ik belandde ook in die kringen. En ik zat tegen een groot tapoe, wil je opvallen. En dan ben je meer, je gaat je kunnen willen tonen. Want dat is niet wat God wil. Voor elkaar mee. Er was een moment in mijn leven waar ik in principe beland was helemaal op straat. Wat bedoel je met de straat? Was je zwerver? Een zwerversleven. Oké. Je was dakloos dus? Ja. Was je wees? Wees of is het gewoon vanwege je levensstijl dat mensen afstaan? Ik denk eerder mijn levensstijl. Mensen wilden niet met je bemoeien? Nee, mijn levensstijl. Je werd verstoten. Ik was een heel moeilijk persoon toen, met een heel moeilijk karakter. Lastig. Eigenwijs, ongehoorzaam, zat in een archibisme. En dat is een tal geëist. Dat heeft heel wat geëist van me, in mijn leven. Je belandt uiteindelijk op straat, je leven ziet er niet rozengeurig uit, je ziet geen hoop, je hebt letterlijk niets. Wat gebeurt dan? Een moment was er waarbij ik namelijk in de middag was het moest het zijn. Ik lag was aan de boulevard. Dan boulevard, dat is Anton Drachtenweg. Anton Drachtenweg. Ja, toen was het nog redelijk mooi. Ja, met die tent. Juist, was het nog vrij mooi. Ja, dat is donderdag. Nou, dat heb je op hangen, lijkt dakloos. Lijkt wel dakloos, met hangen drapen. Dan gaan we bromfiets. Ik denk dat zelfs bepaalde familieleden van me niet eens weten. En toen had je nog niet eens je partner? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. En mijn brommertje wel. Ja. Ik had altijd wel mijn vervoer. En misdoen. Mijn praxera libi of niks. Maar het werd toen een beetje schemerig. Dan kwam er iemand naast me zitten. Tot de dag van vandaag ken ik de persoon zijn naam niet. Weet ik ook niet wie het is. Maar hij zei toen tegen mij van wat travasief libi daar. En ik keek naar hem en ik zei van mijn volg je, want ik zie altijd maar voor niet je konja zo, of moro latina niet. Toen heb ik gevraagd van, maar wie ben jij, van waar kom jij? Zeg, ik ben niet van de buurt. Maar dat gesprek leidde naar iets dieper. En hij zei toen, in die tijd was toen Putsimea Nog voorganger bij Godse Bassin. En hij zei me, tak jongen, kom een keertje met me mee. Ik ga je brengen, kom je halen. Dan ga ik je voorstellen aan iemand. Nou, en op dat moment dan dacht ik letterlijk van hij gaat me voorstellen aan iemand, is dat toch? Maar het was heel iemand anders, het was de Heer Jezus.
En ik ben daar gegaan in de gemeente. En voor het eerst ik in zo'n gemeente. Het is, ik weet het toch, Ja, het is nieuw. Het is Nieuw. nieuw voor mij. Waar iedereen heel loof en prijs. Worship. Je hebt er nog nooit eerder mee nooit gemaakt. Eerder mee gemaakt. Ja. En je staat daar. Je voelt. Mijn eerste ervaring was. Eerst. Vraag ik, heb ik mezelf afgevraagd, wat doe ik hier? Ja. En je voelt je ook verlegen tegelijkertijd. Ja. Ongemakkelijk. Ongemakkelijk, want je voelt dat je niet daar past. Ja. En als het ware wordt bijna vluchten uit de gemeente. Maar anamie presie. Ja. En toch zei een stem in mij van bleef. Kom kennis met me maken. Maar ik heb daar mezelf toch nog niet over gegeven. Helemaal niet. Omdat het was, ik stond perplex. Ja. Ja, maar het heeft wel iets met je gedaan. Ja. Alleen had je maar, tijd nodig om het te accepteren. Precies. Kijk, je hebt bepaalde mensen die door een radicale bekering gaan. Ja. Anderen ook weer. Ze komen tot bekering, maar niet enorm veel tijd, omdat ze nog niet. Ja, de manualusa. Wat heeft die ene dienst met jou gedaan? De ene dienst heeft Aburiame Libi. In de zin van? Positief. Als het ware. Je kreeg weer hoop. Ik kreeg hoop, maar een verwarrende situatie. Waarom? Omdat ik niemand had die mij verder kon begeleiden. Zelfs de persoon die mij daar heeft gebracht, kon ik toen niet meer vinden. Dus je zat met vragen? Ik zat met vragen. Totdat ik naar Saramaka ben gegaan en ik heb mijn geliefde vrouw ontmoet. En begonnen leven daar. Ik ben getrouwd in een moskee met haar. Maar het blijft hangen, ergens. Dus je hebt, je hebt de kans genomen, je hebt de stap genomen om naar een kerk te gaan. Daarna, ja, laat het iets in jou, of het laat iets bij jou achter. En je leidt je leven gewoon zonder er iets mee te doen, maar precies. Eigenlijk leef dat ding nog. Ik heb gemerkt dat de Heer vanaf dat moment, zonder dat ik wist, iets goeds in mij had geplant. Het woord was gezaaid. Het woord was gezaaid. Want nadien. Nadat je getrouwd bent. Ik bedoel, na dat hele gebeurtenis daar, dat ik die ene dag heb mogen ervaren. Bij Asiri Prani. Dan, je staat op dat moment niet bij stil, heeft mijn leven richting gekregen. Want ik ging toen naar Saramaka. Ja, want plotseling ga je, plotseling met een vrouw, je was hopeloos. Precies, juist, weet je toch. Er zijn wegen voor je open gegaan. In principe. Ja. Maar op dat moment leef je je libi, maar in een sap, op dat moment naar Gado Anoude eigenlijk in Amade Bissatang Anjou. Ja, ja. En de verschillende louteringen. Dan nog vrij om in de wereld te bewegen. Met alle ja, omdat die keuze van jou moet komen. Juist, die keuze moet van moet jou komen. Komen, ja. Precies. En mevrouw raakte zwanger na 3 jaar dat ik een relatie met haar had. Mijn eerste kind, met zijn zoon, verhuis en toen belandde ik Welgedag A. En, Wanika, ja, Pasaramaka ja, naar Wanika dus. Want mijn moeder had daar een huis gekocht toen. En door mijn tante die in gemeente Dian was, die Anton Sisa was, had ze ons een keer uitgenodigd om met haar mee te gaan naar de gemeente. En zullen we dat gaan doen?
En gelijk was ik toen regelmatig, ging ik regelmatig op bezoek. Hoe was deze bezoek vergeleken met de eerste? Met de eerste, toen begon God te werken. En door mijn muzikale gaven ook. Ik werd toen heel veel gevraagd om te spelen, mee te doen, ja, als gitarist, later als bassist. En toen ging ik ook keyboard verder spelen. Door dat muziek een van mijn hobby's was, wist God hoe hij mij kon grijpen. Ja, aandacht kon trekken. En mijn aandacht kon trekken. En kon hij me brengen op die plaats waar ik moest zijn, waar ik nu ben. En daar begon ik toen mij verder te verdiepen in het woord. Toen ik het woord begon te lezen, herkende ik toen alles dat ik meegemaakt had gemaakt, of moest meemaken in mijn leven, een doel had. Toen pas begon ik te begrijpen dat mijn leven niet, als het ware, ik ben was zomaar een Libi, maar een Libi dan een doel. En daar ben ik toen serieuzer geworden. En toen kwam de ware bekeer. Als je praat over de Heer, je hebt de ontmoeting met de Heer gehad, hoe ervaar je hem? Wat beschrijf je de Heer? Eerlijk gezegd, mijn beschrijving van de Heer is als een vriend, als een vader en als een trooster en iemand die ik elk moment naartoe kan stappen en zeggen van Heer, ik heb je nodig. In mijn stille tijd kan ik praten met hem. Kan ik ook wat ik op mijn hart heb uiten. Ja. En ik kreeg antwoord. Ja. Ik kan zijn aanwezigheid voelen. Zelfs nu als wij hier zitten. Dat heeft een enorme impact gehad in mijn leven. If you want sapsana libi, dat heb je altijd. Trouw aan Christen, volg maar naar Jezus. Ja, ik denk dat de tweede beter klinkt dan die eerste. Yes. Je hebt veel christenen en je hebt weinig die de Heer volgen. Ja. Volg maar naar Jezus. Waarom zeg ik dat? Daar begint je leven. Ja. En dat is niet lang terug. Ik ben 58. Ik word 59. Ik vind het zo jammer dat ik de Heer niet jonger heb leren kennen. Dat ik meer kon doen. Ja, we hebben daarnet gezegd van er is een verschil tussen naar de kerk gaan en Jezus dienen. Jij bent niet gewoon een kerkganger, je dient de Heer. Maar waaruit bestaat jouw relatie met God? Of hoe ziet je relatie met God eruit? Mijn relatie met God is serieus. Waarom zeg ik serieus? Omdat wanneer je soms naar de gemeente gaat, zie je hoe mensen God dienen. En ik zie vader mij mee grapje. Oké, we lieben allemaal in een grond op Libya zo. En dat gebruikt men vaak als excuus. Ja, maar we leven nog in de wereld. Ik vind van, de Heer is radicaal. En we moeten ook radicaal zijn. Zoals in onze handel en wandel. Zoals ook in ons doen en laten. Zo ook met de Heer. De regelmaat die je moet hebben. Regelmaat waarin? Contact. Persoonlijk contact met de Heer Jezus.
En hoe doe je? En dat wil ik weten, want er zijn mensen die kijken en zeggen ze willen contact met God maken, maar hij is geen fysieke persoon, hij is niet zichtbaar, dus hoe doe je dat? Het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Maar Leandro, kijk, zoals wij hier nu praten met elkaar. Jij begrijpt het. Ik begrijp het. Is net alsof je met de Heer wandelt. Je moet hem zien. Je moet hem kunnen voelen. En hoe kan je dat doen? Door jezelf over te geven. Door hem te zoeken. Door hem te roepen. En dat is wat ik gedaan heb. Ik zag dat ik niet meer kon leven zonder de Heer. Dus heb ik hem geroepen. Heb ik hem gezocht. Eerst in het woord. Dan in gemeentes. Mensen proberen in kringen te geraken waar er heel veel in aanraking met hem, ja, waar je in aanraking komt met hem. Worship. En daar leer je dan ook gelijk onderscheiden wat komt van hem en wat komt niet van hem. Wat is van hem en wat is niet van hem. En dan wanneer je bepaalde dingen, wanneer dan de dingen van hem dan onderscheidt, dan je weet je van ai. Ja. Nou, je heeft dat gehoord mensen, dat is natuurlijk de getuigenis van onze gast voor vandaag. We zijn nog niet klaar, want hij gaat voor ons afsluiten met een boodschap. Sometimes the world is just gone dark. Sometimes you're praying for a spark. It's the little things sometimes. But if you lift your eyes, see it in a different light. Just a cloud up in the open sky. Let the rain. En daar zijn we weer en wel met het laatste gedeelte van de getuigenis van. Ik wil je bedanken, Leo, dat je naar hier bent gekomen. En dat je ons hebt willen vertellen over... Ja, je hebt je leven opengesteld en je hebt ons verteld waardoor je allemaal bent gegaan. En wat God door je leven heeft gedaan. Je mag tot slot de mensen thuis in die camera. In het bijzonder de mensen die de Heer nog niet kennen en in die toestand zaten waarin jij zat. Ja, te bemoedigen waarom ze de Heer wel zouden moeten aannemen. Alsjeblieft. Barangasa, het is allemaal genade dat ik vandaag hier mag zijn. En dat ik u ook mag bemoedigen. Het is een eer om God te dienen. En ik zeg u, wat ik meegemaakt heb in mijn leven... Ik denk dat er ook anderen zijn die mij kennen. En zowel ook mijn oude leven kennen. Weten waardoor ik ben gegaan. Zou ik zeggen van, maak die stap ook. Wat ik heb ervaren in mijn leven. En wat ik je mee kan geven is dit. Wang libidang masra Jezus. En een onmakkelijk Libi. Maar hij is het. De weg, de waarheid en het leven. Veel kan ik niet zeggen. Maar het enige wat ik u wel kan geven is de zekerheid. Dat als u in hem gelooft, u niet verloren zal gaan. En dat is mijn boodschap naar u toe. Want ik heb het zelf mogen ervaren. In mijn leven. U heeft dat gehoord. Dat is natuurlijk de boodschap en de getuigenis van Leo Jongbouw. Daarmee zijn we aan het eind gekomen. Ja, en als u ook wilt ervaren wat hij heeft ervaren, want wat God voor hem heeft gedaan, kan hij ook voor u doen. En misschien wilt u deze Jezus ook aannemen en u wilt hem ook dienen, maar u weet niet waar u naartoe moet. En u zit met vragen of voelt u vrij om te bellen naar de administratie op nummer 422-630. En dat kan dus van maandag tot vrijdag tussen 8 en 4. De herhaling krijg je te zien op de donderdag
en op de, sorry, op de maandag en op de donderdag. En natuurlijk staat hij vanaf volgende week op onze YouTube-channel. Bedankt voor uw aandacht. Ik ben Leandro Matosuwitnyo en tot zover de getuigenis van Leo Jongbo. Take this heart.